Dit is de Ladies Lab Beurs, een event voor sexy en smart women. Een soort van multilevel event waar vrouwen lekker kunnen shoppen, workshops kunnen bijwonen, kunnen borrelen. Gisteravond hadden we er een clubnight aan gekoppeld. Wij focussen ons op de bewuste vrouw. De vrouw die werk en privé met elkaar combineert, alle ballen in de lucht houdt, gezinsleven heeft en waarvan wij zeggen af en toe het lef heeft om eens voor haarzelf te kiezen. De vrouw die hier komt is met zichzelf bezig, is met haar uiterlijk bezig. En die wilde wat meer tijd en geld insteken als vrouwen die hier niet komen. Ik zie alle leeftijden van 18 tot 60. Die goed verzorgde vrouwen rondlopen. En allemaal hip. Actieve dames, zelfbewust, modern en nieuwsgierig. Vrouwen van die houden van duidelijkheid. Die willen van de voorkant weten hoe dat dan aan de achterkant afloopt. Daar spelen we wel op in. Lekker allemaal vriendinnen samen rondwandelen, overal een beetje snoepen, kijken. Ja, echt superleuk opgezet. We zijn hier met drie vriendinnen en we komen de beurs bezoeken om te kijken wat er allemaal te vinden is. De lingerie, het ontharen, plastische chirurgie, veel sieraden, kleren, de workshops natuurlijk, lezingen. We hebben straks een lezing gevolgd over wenkbrauwliften. Etcetera. Ja, dat is toch altijd leuk om even te horen. Sfeervol, leuk van opzet, kleinschalig. Ja, heel gezellig, hè? Ja. De diversiteit aan merken en producten is, vind ik wel heel bijzonder en aantrekkelijk, ja. Een goede uitleg van iedereen, ja. Ja, daar ben ik dan altijd heel huiverig voor. Ja. Allemaal vrouwen bij elkaar. En geen mannen. Ja, nee, maar ik vind het wel heel leuk en ik vind het ook leuk opgezet. Het vindt plaats in het nieuwe congrescentrum 040 van de Valk. Het is onlangs geopend, een paar maanden geleden. En het is eigenlijk geschikt voor bruiloftenpartijcongressen. Maar wij zijn het eerste consumenten-event wat hier plaatsvindt. Dus ja, dat laat ook alweer aan de andere kant van de zaal zien. Dat er gewoon ook in de vorm van een beurs op een andere manier gepresenteerd kan worden. De faciliteiten zijn voor standhouders echt top. En met name ook de goederenlift hier buiten. Binnen een uurtje stond onze stand. De kroonluchters hangen er al, je kan met belichting werken. Het is warm aangekleed. Dus ja, het is echt een hele mooie locatie. Ja, juist in deze tijd, in de tijden dat het allemaal misschien wat moeilijker is, zie je dat consumenten, maar ook ondernemers op zoek zijn naar wat nieuws. Ja, wanneer kan je dan beter beginnen als nieuw merk? Adem uit, handen voor de borst.